Ja, je hebt altijd leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn in uw klas. En ik probeer dan wel als leerkracht dat zo boeiend en aangenaam mogelijk te maken. En aangezien ik nog maar mijn tweede jaar bezig ben, lijkt me dat wel zeer nuttig om nog wat gecoacht te worden. Wij gaan het hebben over hoe bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Ik zie wel wat gelijkenissen tussen theater en een klaslokaal of een school. In die zin dat je dus een groep moet onderwijzen en toch ook wel een beetje entertainen. Oké, probeer maar de juiste letters en de juiste cijfers bij elkaar te zetten. Wel, je hebt 50 minuten tijd om het waar te maken. Met dat grote verschil dat als ik comedy speel, betalen mensen voor mij. Terwijl in een school, in een klas, is dat helemaal niet zo. En dan is de vraag, ben ik verantwoordelijk om die gasten toch over de brug te krijgen? Begin die komt vandaag kijken. Ik vind het eigenlijk best wel spannend. En volgende week is dan eigenlijk de bedoeling dat ik opnieuw die les ga geven aan een andere klas met zijn tips. Dus ben dan benieuwd wat ik ga bijleren. Ik ben Judith, ik ben mijn tweede jaar nu bezig in het onderwijs. Ik ben Begin Le Bleu. De meeste mensen zullen mij kennen als comedian. En ik ben hier omdat ik in het verleden nog een tijd lang in het onderwijs heb gestaan. Zet u maar ergens, dankjewel. Is afwezig. En de rest is er? Ja. Oké, dan mogen jullie eerst en vooral jullie cursus nemen op pagina 4. Hoofdstuk 2 van de bacteriën. Dames en heren, dat kan wat rustiger. Hè? Als je dat niet bij hebt, dan noteer je nu gewoon op een kladblad of een cursusblad. We gaan beginnen met de bacteriën en hun vormen. Hoe zien ze eruit? Wat is hun morfologie? Hè? Hun uitwendige vorm? Judith, dit is het moeilijkste stukje eigenlijk van de dag. Dat is namelijk met u overleggen. Wat dat klinkt zo heel... Wat dat goed was, wat dat slecht was. Nu, ja. We gaan... Jullie weten al wie de bacteriën zijn. Eencellig, ze hebben een celwand, ze kunnen auto- of heterotroof zijn. En wat was het vierde kenmerk? Als ik een les maak of als ik een voorstelling maak, ik kan misschien meer de link leggen met mijn werk, is dat het begin van een voorstelling, het begin van een les, dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik super belangrijk, omdat je daar eigenlijk ze meeneemt op uw avontuur. Daar pakte ze eigenlijk al vast en zeg je, ga mee. Lekker kijken naar deze figuur. We gaan beginnen met de verschillende vormen van een bacterie. Je ziet hier staafvormige bacteriën. We noemen dat bacillen. Je bent begonnen, maar ik vond dat het begin nog niet iedereen gefocust was. Ja. En dat maakt wel een verschil. Die sneltreinvaart gaat moeilijker op gang komen. Of de helft zit er nog niet op. Ja. Wat dat misschien een leuk idee is... Uh-huh. Ik dacht er ook aan, het was de dag van de jeugdbeweging. Ja. Is dat je begint met een energizer. En dat gebruiken als recapitulatie van je vorige les. Want ik vind gezonde chaos vind ik wel goed in een les. Ik ben daar ook wel voor. Ja. Oké, mevrouw Tof, plasmides, dat bestaat. Voor wat staat dat nu? Op plasmide, lichtgenetisch materiaal, dat voor die bacterie een bepaald voordeel gaat geven. Ik wil dit koppelen onmiddellijk ook aan het tempo en de dosering. En je weet, bij biologie, ik durf nogal termen afvuren, dan noemen we eigenlijk bacteriële conjugatie. Conjugatie tussen bacteriën. Het uitwisselen van een plasmide en dan zo een voordeel verkrijgen. Als ik speel, ik maak eigenlijk vertellingen met daar grappen tussen, maar als je die te snel afvuurt naar een publiek, dat gaat volledig verloren gaan. Je geeft mensen geen ruimte om na te denken, maar je geeft mensen ook geen tijd om te lachen. Dus dat is bij mij nog een bijkomend iets, waardoor eigenlijk mensen gaan afhaken. Oké, die eerste, de autotrofen. Welke verklaring hoort daarbij en welke functie hebben die? Fotosynthetiseren. Dat is de moeilijke, ja. Fotosynthetiserende bacteriën, gelijk cyanobacteriën. Voilà. Hebben jullie daar al van gehoord, een voedselketen? Ja. Oké, dat gaat dan voor. Ik zou vraagstellingen zou ik alerter geven. Ik zou die iets gevaarlijker maken. Iemand een idee? Anders ga ik het gewoon laten zien met een filmpje. Samuel, zeg maar. En met gevaarlijker bedoel ik, in een zaal heb je dat onmiddellijk. Ik kan aandacht creëren door naar iemand te gaan en te zeggen van... En dan iedereen weet bij comedy van, oh nee,
die gaan mij hier belachelijk maken, want dat is de angst bij de velen. Hè? En zelfs al doe ik dat niet, want soms doe ik dat ook helemaal niet, dan toch heeft heel de zaal een alertheid. Als ik, iedereen denkt dan van, ja, op de eerste rij, dan kom ik van het podium en ga ik volledig naar achteren in de zaal. En er is iets van, oh, die komt ook naar achteren in de zaal. En dat is een bepaalde vorm van bedreiging dat mensen niet graag hebben, maar waar dat ze wel alert zijn. Als een bacteriecel gaat delen, betekent dat eigenlijk al direct dat ze zich gaat voortplanten. Bij ons, wij hebben ook cellen, als onze cellen gaan delen, betekent dat niet dat die hun gaan voortplanten. Of hier zaten al heel veel, zeg maar, heel veel esterkes hier. Wat dat ook leuk was, en jij bent daar eigenlijk mee begonnen, dat ik dacht van, dat is eigenlijk een goed idee wat je daar plaatst. Maar je werkt het niet af, maar dat is niet zo erg, want misschien kan je er iets mee doen. Ja. Dat is, je hebt op een gegeven moment gezegd van, ik ga naar een meisje, ik raad die aan. Dat is eigenlijk, wat dat je daar doet, is een rollenspel. In een rollenspel uitleggen wat vegetatieve voortplanting was. En dat is heel leuk. Als ik een cytoplasmabrug ga maken naar Jalenka, die helaas die plasmide nog niet heeft, ik ga dat even doen, heel spectaculair, bam, dan kan ik zo mijn plasmide uitwisselen en Jalenka heeft dat dan ook. Dan kunnen we eigenlijk dan bijvoorbeeld een keer tegen hen zeggen van oké, het is nu uitgelegd, die bacteriële conjugatie, een duoke gaat het nog een keer moeten voordoen in de klas. Ja, of is dat al dan weer te ver gaan? Ofwel begeleid je zelf iets en dat kan uit het niets komen, waardoor je ook weer hun aandacht hebt, namelijk ik heb 5 jongeren nodig. Ik heb 5 mensen uit de klas. Ja, ik kom eens hier in een kring staan en niet zeggen wat je gaat doen. En je hebt die aandacht, want iedereen is van, wat gaan die nu doen? En dan leg je dat uit. Jij doet dit en jij doet dat. En aan de hand van wat dat zij doen, leg je dat uit. Heren, Louis, luister nog eens even. Wat gaan we volgende les doen? We gaan die toets nog eens verbeteren. En de mensen die een slecht cijfer hebben, kom dinsdag naar de bijles. Begin, bedankt voor al die tips. Ik weet wel heel veel van die tips die ik nu ga gebruiken in mijn volgende les. Alleen, je mag jezelf niet veranderen, want dat is goed genoeg. Voilà, super. We gaan eerst beginnen met iets actiefs. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen vangen. De tips die ik heb gekregen vond ik eigenlijk best wel zeer nuttig. Hij gaf vaak een leuke invalshoek. Hij bekeek dat op een andere manier. En dan ben ik daarna aan de slag gegaan met die tips, om dan de lessen nadien wat van zijn tips te gebruiken als ik lesgeef. Voilà. Door eten en drinken. Dankjewel, Remy, die was ik nog aan het zoeken. Toen ik die bal door de klas liet gooien, zag ik dat de leerlingen wel allemaal wat antwoorden. Zeker van, pas door aan mij. En welke vraag moet ik beantwoorden van de slide? En iedereen was mee actief aan het nadenken. Oké, dat komt hier helemaal goed. Je mag hem teruggooien. En dan zet ik een filmpje op om jullie helemaal warm te maken voor deze les. Een andere tip die Begijn mij had gegeven was om mijn tempo ietsje te verlagen. Dat ik het soms nogal durf te overladen met allerlei nieuwe termen. Ik breng hem dan van het ene verhaal naar het andere verhaal mee. Ik heb nu dat geprobeerd en ik heb het gevoel wel dat de meeste leerlingen dat ze meer mee zijn. Gratis bij deze les, enkele kooktips. Stel, het is een aflevering van Jeroen Meus. Wel, wat mag Jeroen Meus dan zeker niet doen? Die mag, als hij op deze plateau die ongare, die rauwe kip heeft, en hij gaat dat dan bakken, hè, en dat heeft daar eerst op gelegen, dan mag je, nadat dat gebakken is, dat niet meer terugleggen op die schaal waar dat eerst die rauwe kip lag. Dan kan je salmonella krijgen. Maak ik het wel concreet genoeg? Moet ik niet iedere keer herhalen? Waar kan ik even een rustmoment in lassen? Dat wordt maar al 2 gedaan en dat gaat via dat cytoplasmabruggetje. Gewoon aanpakken, ja! En de cytoplasmabrug, ook wel de sekspilus, gaat weer weg. En nu heeft Axel dat ook. Net zoals op theater heb ik nu de leerlingen echt naar voren laten komen. En je ziet dan hoe alle andere leerlingen zoiets hebben van oeh, wat gaat er daar eigenlijk gebeuren? En wat moeten wij doen? Wat gaan zij moeten doen? Dus iedereen heeft zowel wat spanning. Voilà. Lees maar voortel, wat staat er op jouw blad? Ik denk dat ik dankzij deze coaching van Begijn eigenlijk nieuwe tips weet of zaken dat ik eigenlijk wel wist dat belangrijk waren, maar dat er daarbij toch iemand mij daar toch nog eens op heeft gewezen, dat ik zeker eigenlijk voor de rest van mijn carrière ga kunnen meenemen. Dus dat is wel handig natuurlijk.